We gaan volgende week, vanaf volgende week, vanaf 1 juli, gaan we 4 dagen in de week open in plaats van 2 dagen in de week. We hebben nu een bezoekersaantal van 12.000 plus per jaar en dat willen we minimaal verdubbelen. We hebben een hele mooie club vrijwilligers, eigenlijk een grote familie kan ik wel zeggen, van een kleine 50 personen. We hebben het voorgelegd, voordat we ja hebben gezegd, voorgelegd aan de vrijwilligers, willen jullie hier aan meewerken? En zij hebben ja gezegd, dat gaan we proberen. Wij zijn benaderd door het Katharijnenconvent uit Utrecht, die gaf een boek uit, waarin ze vroegen of het goed was dat ons gebouw er ook in zou komen. Daaruit is dit voortgekomen dat wij uiteindelijk werden benaderd om mee te doen. Toen hebben wij natuurlijk niet nee gezegd, maar ja gezegd. Want dit is in feite het mooiste gebouw, nou, zeker in Twente. U kunt gebruik maken van een audiotour die we hebben. Die verklaart in allerlei ruimtes alle symbolen en dingen die daar aanwezig zijn. We hebben hele mooie glas- en loodramen. Er zijn 3 groepen van 6 ramen, waarvan het middelste raam alle dagen van de schepping weergeeft. En we hebben een prachtig uit hout gesneden granaatappel. Dat is een symbool wat me zelf heel erg aanspreekt, omdat er in een granaatappel 613 pitjes en zaden zijn. En in de Torah staan 613 ge- en verboden.